We rijden mee met de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de graat van Roggeweg. Surfjante Patrick en Raymond naderen de kruising als er een BMW-bestuurder in de spiegel verschijnt die vol door rood scheurt. Zo, bijna die fietsen. Ik mag hem nog niet afblokken, Pet. Maakt niet uit, hij krijgt gewoon artikel 5. Hij rijdt bijna een fietsen dood. Ja, we gaan hij rijdt vol door rood. Hij rijdt bijna een fietsen aan Flyderman. Ik zal het doen. Mijn grote doodslag. Spreek jij, man? Ga ik even vertellen waar we staan? Goeiedag. Doe wel even je deur open en zet even je motor uit. Ik zal me eerst even voorstellen. Patrick van Meulen. Hi. Ik zou graag je rijbewijs willen. Met deze wordt je rijbewijs ingevorderd op basis van artikel 5. Je dusdanig gedrag op de weg dat gevaar en hinder kan worden veroorzaakt. Heb je gezien dat je bijna fietsen dood rijdt daar? Ja. Met je achterlijke gedrag? Ja. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het echt achterlijk hoe je daar rijdt. Ja, dat kan best kloppen, maar er was een gozer de hele tijd achter me. Niks mee te maken. Dan bel je de politie, maar je rijdt daar vol door rood. Je haalt daarin over een vak voor rechtsaf. En daarbij schep je gewoon bijna fietsen die aan het oversteken is. Ja. Hoe ga je dat uitleggen als daar die fietser op je motorkap ligt? Nee, je hebt gelijk. Ja. Ja, ik weet zeker dat ik gelijk heb, anders doe ik het niet. Ja, dus. Het is geen smoes, maar er zijn 10 minuten al zo'n paar gasten achter mij. Gewoon. Ja. Ze halen mij in, gaan ze stoppen, gaan ze voor mij, gaan ze achter mij plakken. Ja. Het wordt een beetje gek van die mensen. We gaan even het een en ander opschrijven. In ieder geval, het is nu 9:50. En vanaf dit moment mag je geen enkel voertuig meer besturen waarvoor je een rijbewijs nodig hebt. Okay. Dus het rijbewijs zal worden opgestuurd toevallig daar naar de overkant. Daar zit de CVOM. Mm-hmm. En die gaan binnen 10 dagen gaan ze een beslissing nemen over wat ze met je rijbewijs gaan doen. Okay. Mag de beelden terugzien? Ja, mag zeker de beelden terugzien. Moet je even kijken hier. We komen hier aan. Zie je daar die fietsen? Zeg het maar. Ben ik benieuwd wat je hier wilt zien. Hier is een fietser. Ja. Die heeft hier groen licht, want alle verkeerslichten staan hier op rood. Klopt. Ze staan allemaal gewoon op rood. Die fietser denkt, hey, mooi. Dat is op rood, want ik heb groen, dus ik kan gewoon oversteken. Zeg het maar, op hoeveel meter mis je hem? Een paar meters. Een paar meters. Heb je kunnen remmen? Nee, ik kon... Je kunnen remmen? Nee, ik kon niet remmen, maar hij... Nee, je kan ook niet remmen. Wat nou als je hem hier, met deze snelheid, je ziet hoe hard je voorbij komt. Wat nou als je daar die fietsen mee raakt? Wat gebeurt er dan? Ja, dan... Waar denk je dat die fietsen terecht komt? Ik denk ergens in die bomen daar. Echt. Ik ben gewoon boos. Ik ben echt boos. Ja, Ramadan, die jongens hebben mij geplaagd. Ik moest daar een beetje gas geven, omdat hij mij voor mij wou snijden. Had je dat allemaal tegen die familie gaan vertellen, van die man die je daar misschien doodrijdt? Ja, sowieso. Er blijft niks van hem over met deze snelheid, helemaal niks. En je beseft het gewoon niet, hè? Ik besef het, hoor. Want anders dan ga je niet allemaal dit soort argumenten geven. Nee, maar... Van ik ben geplaagd en het is... Het zijn allemaal argumenten die nergens op slaan om iemand bijna dood te rijden. Nee, ik zeg sowieso dat het klopt en dat het geen normaal gedrag is. Maar ik vertel gewoon beetje mijn situatie. Dat probeer ik te vertellen. Maar dit is niet normaal. Nee, dat vind ik ook. Oké, nou dan zijn we het daarover eens. En dat is de reden dat je rijbewijs direct wordt ingevorderd. Gelukkig. Stap maar uit, mag je bij mijn collega, die gaat verder de zaak afhandelen. Ik ben er klaar mee. Twee verbalen. Het voorsorteervak. €230. Het negeren van het rode licht. Eveneens €230. Bij beide komt nog €7 administratiekosten bij. Die komen op de mat via het CBR. Uiteraard, als je het er niet mee eens bent, heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen alle feiten. Hè? Als je vindt dat wij het niet goed doen. Deze komen gewoon als bekeuring binnen. Ja. Dat is één. Hier heb je een bewijs van invordering van je rijbewijs. Ja. Dan maken wij een apart verbaal voor op. Ja. Met alle feiten en omstandigheden erin. Die gaat naar het CVOM. Dat is het gebouw waarvoor jij net al die overtredingen pleegt. Ja. Daar gaat het verbaal naartoe met jouw rijbewijs. Ja. Daar zit een officier en die beslist over het verhaal. Dat is goed. Van hun krijg jij bericht over de zaak voor wat betreft je rijbewijs. Ja. Yes. Daarnaast gaat datzelfde verbaal met al die bevindingen, die gaat naar het CBR toe voor wat betreft de educatieve maatregel. Ja, we horen het allemaal dus wel. Maar. Exact. Je krijgt van een heleboel kanten afpost. Ja. En ongetwijfeld zullen er ook nog heel wat rekeningen gaan volgen. Ja. Goed. Yes? Yes. Alles duidelijk? Ja. Hoi. Succes. Deze bestuurder krijgt de volle laag en dat is niet zo gek, want het had maar weinig gescheeld of hij had een nietsvermoedende fietser doodgereden. Dan gaan we naar het centrum van Utrecht op de Blauwkapelseweg.
Surveillante Patrick en Willem zien een jonge Audi-rijder die handheld zit te bellen achter het stuur. Hij heeft hem nu niet meer, maar net zat hij absoluut te bellen. En daar komt nog eens bij dat deze jongeman geen autogordel draagt. De bestuurder krijgt een stopteken en Willem spreekt hem aan. Hallo, de reden dat je aan de kant staat is dat je net met de telefoon in je hand zat. En je draagt de gordel niet. Ja. Dus daar krijg je een bekeuring voor. Voor allebei. Ook voor de gordel, ja. Die moet gewoon gedragen worden. Ja, ik ben voor de trein net weg. Wat zeg je? Nee, je rijdt niet net weg. Ja, ik heb hem daar, maar... Ja. Mag ik even de telefoon zien die je vasthouden? Ja, mag ik hem even zien? Het is een BlackBerry? Ja, oké. Okay. Kom zo bij terug. Je mag nog een verklaring afleggen over... Wil ik niet. Nee? Nee. Oké. Ik wil graag je driesnummer hebben. Dat wil ik. Die krijg je zo. Goed zo. Lelijke schade. Ik ben in Irak geweest. Echt? Ja, echt. Zonde, man. Ja, man. Of ben je ergens tegenaan gereden toen je achteruit reed? Ik niks aan. Dat is maar vragen. Ik geef maar een antwoord. Prima. Precies. Ik moet wel even zorgen dat dit goed vast komt te zitten. Dat daar zorg ik wel zo voor, hè? Mooi zo. Jullie zijn weer even blij, hoor. We zijn weer een bonnetje te pakken. Ik ben hartstikke blij. Als ik het werk niet leuk vond, had ik het niet gedaan. Jullie hebben iets niet gedaan wat... Schat. Wat, dat je gordel niet om had? Ik weet niet waar je het hebt. Oh, ja, nou dat... Ik weet niet, had je gordel om? Ja. Je had hem om. Maar je had hem gezien. Echt? Ja, okay. En niet filmen. Dat vind ik heel boos. Ja, maar ik heb het je net uitgelegd wat ze aan het filmen zijn. Dus... Dat gok niet dat ik zo naar jou deel. Dat is mij toch. Ik heb het ook niet. Je stelt toch steeds vragen? Daar geef ik alleen een antwoord op. Dus ik mag je nu ook filmen? Kan dat? Ja, dat mag. Nou, dus ik mag je nu filmen? Jij mag me gewoon filmen. Echt? Als jij dat leuk vindt, mag je mij gewoon filmen. Ik vind het niet leuk, hoor. Pak er goed op. Heel goed. Goed zo, hartstikke fijn. Mooi, man. Gaan we het wel terugzien op YouTube, of niet? Hey jongens. Hey. Luister eens. Als wij bij, jou, bij jullie staan, hè? Jullie kunnen heel goed Nederlands praten. Praat dan ook... Nee, ik ga je nu uitleggen hoe het werkt. Op het moment dat wij hier staan, vind ik het prettig als je gewoon Nederlands praat. Praten wij ook. Gaan jullie met elkaar in een andere taal praten, dan voel ik me beledigd. Want ik weet niet wat jullie hebben. Dat vind ik niet zo leuk. Dus niet te beledigd voor het moment. Nee, want ik weet totaal niet wat je zegt. Dan maak ik nu ook voor u duidelijk in het Nederlands. Dus als ik daardoor al beledigd word. Ik beledig u niet. Ik heb het helemaal niet over u. Nou, dan is het. U komt niet in mijn gesprek voor. Maar laten we dan... Als ik Marokkaans spreek, dan doe ik dat. Nee, laten we ervoor zorgen dat wij gewoon normaal met elkaar kunnen blijven praten. Mag ik uitspreken of niet? Ja, hoor. Er is tot nu nog geen wetregeling dat je verplicht bent om Nederlands te spreken in de openbare waar dan ook. Ja? Dus kunt u mij niet gaan vertellen of gaan verplicht dat ik in mijn eigen taal. Want als een Engelsman, je kan dat, zou hem ook niet vertellen van dat hij Nederlands moet praten. Klopt dat of niet? Nou, okay. Hebben wij toevallig net gedaan. Prima. Maar ik bepaal wat ik hier ga praten, spreek ook. Als je dan beleefd wilt, kan het betekenen dat je in het verleden vaak dat je geïmporteerd. Kijk eens, hier is je rijbewijs. Dankjewel. Lees er zijn nog op, alsjeblieft. Dankjewel, tuurlijk. Ja, heel vaak tegen ons. Dit is voor het bellen. €180 en €6 administratiekosten. Ja, toen klein man. Deze is voor de gordel. Is €100 plus €6 administratiekosten. Ja? Sorry? €100 voor de gordel plus €6 administratiekosten. Maar is dat 180? Ja, dat is voor het bellen. Voor het bellen, €100 voor de gordel. En €100 voor de gordel. Ja. Wij zijn klaar, hè? Ja, wij zijn klaar. Ik wil nog graag een dat staat erop, op de bon. Maar ik wil het voor nu. Waarom op de bon? Klaar, schrijf ik het erop. Laat hem even zien. Je hebt een mooie pen, maar die hebben wij ook. Echt? Ja. Goed zo, we hebben toch wat gemeen. Het lezen? Ja, een beetje groep 4, groep 5, maar ik ben blij dat jullie nog denk ik, een beetje uitprinten. Dan is het een beetje leesbaar. 1184. Oké, dankjewel. Nou, hey, heren, fijne dag verder. Goeie reis verder. Is goed, meneer. Ja? Yes, tot ziens. Oké, doei, hè. Deze heren doen alles om het bloed onder de nagels van de politie te halen en met hun omgangsvormen zullen ze het vast heel ver schoppen. De bekeuringen bedragen opgeteld €280. Politie Midden-Nederland in Utrecht op de dominee Martin Luther Kinglaan. Surveillante Patrick en Jeroen hebben een BMW met Duits kenteken op het oog, maar ze vermoeden dat de bestuurder gewoon een Nederlander is. En dat is niet toegestaan. Hoi, goeiedag. Hallo. Hallo.
Zal ik me even voorstellen? Hoi. Patrick, verkeerspolitie. Is zo. Rijbewijs, heb je dat bij je en papieren van de auto? Ja, rijbewijs heb ik wel bij me, maar de papieren van de auto moet ik weer. Ja, dankjewel. Dus Huub, waar woon je? Hier in Kanaaleiland. Ja? Ja? Zou ik toch graag even de papieren van de auto willen zien? Ga ik even kijken of ze erin zitten. Van wie is de auto? Het is van mijn tante, zijn wel zo'n bezoek voor het weekend. Dus, Ja, maar jij mag helemaal niet in deze auto rijden. Wieso niet? Omdat je in Nederland woont, Nederlands ingezetene bent. En dus niet in een buitenlandse auto mag rijden, een buitenlands gekentekend voertuig. En de reden daarvan is heel makkelijk. Deze auto kost in het buitenland een stuk minder, omdat we in Nederland heel veel BPM betalen. Belasting, personen- en motorvoertuigen. En daarnaast betalen we houderschapsbelasting, wegenbelasting. Hè? Wat? Ja, dan maak je eigenlijk schuldig aan belastingontduiking. Ja, zo erg is het, ja. Zou je ook de motorkap even open kunnen maken voor mij? Kan ik even het chassisnummer controleren? Hé, wat er gaat gebeuren. Bij deze ben je gewaarschuwd dat je als Nederlands ingezetene, oftewel iemand die in Nederland woont, niet in de buitenlandse gekentekende auto mag rijden, omdat je dan onttrekt aan betaling van BPM en geen houderschapsbelasting betaalt. Betekent ook dat je daarvoor nu een waarschuwing krijgt. Bij een volgende keer dat je gecontroleerd wordt, dan wel door de politie, dan wel door de douane of de belastingdienst, doe je het willens en wetens. En dan zal de Belastingdienst daar maatregelen voor gaan treffen. En dat zal waarschijnlijk een behoorlijk hoge boete zijn. En ik kan je vertellen dat de boetes die de Belastingdienst uitdeelt een heel stuk hoger zijn als die wij uitdelen. En dan moet je denken aan misschien wel als boete de helft van de nog openstaande BPM. Dus ik weet niet of je weet hoeveel BPM er voor deze auto betaald moet worden. Dat is vaak, dat kan zomaar €10.000 zijn. Dus je zou zomaar een boete kunnen krijgen van een paar duizend euro van de Belastingdienst. Omdat ik dan heb. Hè? Omdat ik een auto heb geregeld. Omdat je in een buitenlandse auto rijdt, ja. Maar goed, omdat je het niet wist, blijft het nu bij een waarschuwing van ons. Yes? Hey, alsjeblieft. Wens ik je ondanks alles nog een fijne dag. Deze bestuurder kan de auto beter laten staan, want voor je het weet heb je de Belastingdienst achter je broek. In Hoogland op de Bunschoterstraat. Sofjan, Patrick en Ahmed keren voor een snelle bromfietser. Parallel. Ja, heel snel brommetje. Passagier had geen helm op. Even kijken. Staan ze stil, hè? Gaan ze stil? Rij me even aan van een standaard kant. Staan ze nog? Zullen ze er wel voor? Patrick spreekt de helmloze bijrijder aan. Hoi. Patrick, verkeerspolitie. Ik ben Mark. Mark, heb je een legitimatiebewijs bij je? Ja. Krijg de bekeuring voor het niet dragen van de helm. Maar we reden toch niet? Nee. Nu sta je stil, nee. Nee, maar net reden we ook niet. Nee? Dat is grappig dat ik jullie net wel heb gezien. Ik zou graag voor jou even het rijkentekenwijs willen. Ja. Jasper, waar woon jij? Baren. Baren, oké. Ja. Hoe weet je dat? Volgens mij rijdt hij wel heel hard, of niet? Ik heb gisteren rollenbank gehad. Gisteren rollenbank gehad, waar? Ja. In Soest. Niks aan aan. Nou, dan gaan we eens even navragen, want toevallig is er nu ook een rollenbank hier verderop. Ja, mag voor mij. Oké, okay, mooi. Bang, Mark, je hoeft geen antwoord te geven, maar waarom zit je achterop zonder helm? Ja, gewoon snel thuis. Snel thuis? Vind je het handig? Nee. Nee, waarom doe je het dan? Nou, snel thuis. Dat is de enige reden. Ja. Maar als je er nou vanaf valt of je krijgt een aanrijding zonder helm? Dan ben je voorlopig helemaal niet meer thuis, denk ik. Hè? Dan is de auto kapot die jou aanrijdt. Ja, zou het? Ik denk het niet. Je vindt het wel om te lachen, zonder helm? Nee, maar. Nee? Ik vind niet echt een zwaar misdrijf of zo. Nee, het is ook geen zwaar misdrijf. Maar het is wel iets wat wij heel gevaarlijk vinden en wat ook heel gevaarlijk is. Maar hoeveel kost zo'n boete? €90. Hoop geld toch? Nee, we werken met Polymer. Geld zat. Ja? Jij zegt het. Doe het de volgende keer niet, want het is echt gevaarlijk. Het kan het verschil betekenen tussen leven en dood. En je bent nog vrij jong. En je vindt het nu allemaal misschien nog wel een beetje grappig. Of misschien wel dat je denkt van, ja, waar maak je druk om? Nou, ik ben toch wel zat bij Polymer. Ik denk dat als je over een tijdje wat ouder bent, dat je er nog eens over nadenkt. En denkt, nou, die agent die had toch wel gelijk toen. Ja. Hey, ondanks alles, beter succes. Morgen, wat zeg je? Beter binnendoor gaan rijden morgen. Ja, precies. Ja. Gewoon, of gewoon een helm opdoen. Voor €90 kan je een hele mooie helm al kopen. Ja. We waren net onderweg naar de helm. Ja, een beetje jammer. Nou, succes.
Jij ook, hè? Oké, hoi. De bijrijder zal verder moeten lopen en aangezien hij geld zat heeft, kan hij mooi een nieuwe helm kopen. Land in Amersfoort op de Stationsstraat. Surviante Patrick en Ahmed hebben een Opel Corsa met groene handelaarsplaat op het oog. Sowieso kunnen we hem altijd even controleren, want ze moeten altijd de originele kentekenpapieren bij zich hebben. En dat is maar al te vaak niet het geval. De surveillanten besluiten dan ook een controle uit te voeren. Goeiedag. Goeiedag. Ik ga me voorstellen, Patrick, Verkeerspolitie Utrecht. Ja. Mag jij even de motor uitzetten? Wegmisbruik is niet. Ja, ik zou graag even het rijden kentekenbewijs zien. Kentekenbewijs, ik weet niet waar die ligt. Ik heb die auto conversie gemaakt, dus ik heb wel mijn rijbewijs. Een kentekenbewijs, ik weet niet waar die is. Weet ik ook niet. Van wie is de auto? Van de Opel dealer. Van de Opel dealer? Ja. En daar werk jij, of je bent een proefrit aan het maken? Een proefrit aan het maken. Nou, dan mag je ze heel even gaan bellen, want ze moeten jou het kentekenbewijs meegeven. En als je het kentekenbewijs niet bij je hebt, mag je ook niet verder rijden. Nee. Nou, dan gaan we eens even kijken, want volgens ons zijn ook de platen niet verzekerd namelijk. Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Ze geven maar een onverzekerde auto mee. We gaan eens heel even kijken, momentje. Dag, Patrick Vermeulen spreekt u mee, Verkeerspolitie. Als het goed is, heeft u zojuist een auto meegegeven voor een proefrit. De grijze Opel Corsa. Ja, klopt. Wij zijn even benieuwd naar waar het originele kentekenbewijs is. Ja, u bent... Ja, dat is niet zo mooi. Dan krijgt u proces verbaal, want u bent verplicht kentekenbewijs mee te geven. Daarnaast blijkt ook dat als wij navraag doen op het kentekenbewijs... dat het kenteken niet verzekerd is. Dus ik zou graag willen dat een van u deze kant op komt om hier de boel op te lossen. Want we hebben hier nu een klant staan die overal de dupe van is. Goeiedag. 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 Patrick Vermeulen, Verkeerspolitie. Ja, dag, Patrick Vermeulen, Verkeerspolitie. Jij hebt als het goed is het originele kentekenbewijs bij je. Ja. Dat is van de groene platen. Ja. Ja, ik begreep het niet helemaal van hem, dus ik heb die in ieder geval even meegenomen. Je begrijpt het niet helemaal, dan ga ik het nog één keer uitleggen. Ik heb van hem niet goed begrepen, daarom. Ah, oké. Dus, en we hebben de verzekering, want ik hoorde van hem dat hij niet in verzekering was. Ja. Die platen, dat is eigenlijk. Ja, als wij, ja, nou ja, goed. Waar het om gaat, als wij hem navragen, ja? Dan geeft hij bij ons in het systeem aan dat hij niet verzekerd is. Oh. Oké. Dat kan dus twee dingen betekenen. Of hij is niet verzekerd. Ja. Of het staat niet goed in het systeem. Ik ga je er ook op dit moment geen bekeuring voor geven. Nee. Voor het niet verzekerd zijn. Maar je krijgt een zogenaamd... Je moet een artikel 34 verklaring aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij. Dat zij inderdaad aangeven van hij was wel verzekerd op dit moment. En dat is meteen ook weer voor de verzekeringsmaatschappij. Kunnen zij even nagaan of zij het wel goed in het systeem hebben verwerkt. Ja, okay. Wat betreft de handelaarsplaten. Ja. Op het moment dat je bij de reisdienstwegverkeer groene handelaarsplaten aanvraagt. Ja. Krijg je 18.2 modellen, je krijgt lange modellen en je krijgt vierkante modellen. Je krijgt altijd drie setjes. Voordat we het weten rijden er dus zomaar in één keer drie auto's tegelijk rond. Terwijl je maar voor één betaalt, verzekering en noem maar op. Ja. Daarom heeft op een gegeven moment de RDW en de douane en de Belastingdienst hebben gezegd... Nou prima, om dat nou te voorkomen, daar heb je er maar één van. Ja. Dus moet je altijd dat was bij mij ook niet bekend. Het origineel meegeven. Dat was bij mij niet bekend. In dit geval is dat dus niet gebeurd. Of het nou wel of niet expres is gegaan, daar kijken wij nooit naar. Maar dat betekent wel, die geef ik vast terug. Dat betekent wel dat er dus als kentekenhouder, ja, is het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruikt. Dit is in ieder geval €330, komt nog €7 administratiekosten bij. Dat is omdat er geen kentekenbewijs bij is. Omdat het kentekenbewijs, hij is niet op de juiste wijze, zoals het moet, is die meegegeven. Nee, oké. Nee. Daar is die bekeuring voor. Hey, dan wens ik jullie ondanks alles... We mogen nu wel weer verder rijden met kentekenbewijs erbij? Ja. Oké. Dus jullie gaan het even onderling met elkaar regelen. Geef het kentekenbewijs maar mee, dan kunnen ze terugrijden. Weet je verder wel goed over? Ja, dat is goed. Maar hij is er op zich al heel enthousiast over. Maar ja, de rest moet je zo zelf even regelen. Wij gaan hem niet voor je verkopen. Nee. Zo zit het, is ook een mooie auto. Ja, nee, precies. Hey, oké, okay. Succes. Verder. Succes! De eigenaar moet met een artikel 34 verklaring aantonen dat de Opel wel degelijk is verzekerd. Hij ontsnapt echter niet aan een dikke bekeuring van maar liefst €330.
Koos, we zagen net een bestuurder, die maakte in een auto een proefrit met groene platen. Even voor de duidelijkheid, waar zijn die groene platen voor? Nou, die groene kentekenplaten zijn bedoeld om te gebruiken op de bedrijfsvoorraad van een erkende autohandelaar. Dan hoeft hij niet voor iedere auto aparte verzekeringen af te sluiten of wegenbelasting te betalen. Maar aan het gebruik van die platen zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Die bestuurder maakt een proefrit, maar die auto bleek niet eens verzekerd te zijn. Hoe is dat dan mogelijk? Ja, dat is nog maar de vraag. Dat moet nog nader onderzocht worden. Want de houder van het kenteken kan wel met de verzekeringspapieren aan. En beweerde ook dat die auto verzekerd was. Dus het kan zijn dat het of verkeerd is ingevoerd, of dat de verzekeringsmaatschappij laks is geweest met het doorgeven van de gegevens aan de Rijksdienst Wegverkeer. Aan het gebruik van zo'n handelaarskenteken zijn bepaalde eisen verbonden. Wat zijn de voorschriften? Nou, de voorschriften zijn op de eerste plaats dat eigenlijk de groene platen alleen gebruikt mogen worden door de houder of iemand die nadrukkelijke toestemming heeft van die houder. En dan is het alleen voor een proefrit, een testrit of het brengen van de auto naar een plaats van herstel. Hè. Dus bijvoorbeeld van de garage naar de spuiter. En je moet altijd zorgen dat als je met die auto rijdt, dat je het originele kentekenbewijs bij je hebt. Stel nou dat je tijdens een proefrit wordt geflitst door de politie. Dan krijgt de verkoper later een bekeuring op kenteken. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Nou, als het goed is, zal die houder van die groene plaat, die zal degene die die groene platen meegeeft op een auto, zal vragen naar zijn rijbewijs. Hij zal de gegevens van zijn rijbewijs overnemen. Hij laat hem ook een overeenkomst tekenen. En in die overeenkomst, daar staat dus dat de bekeuringen doorgestuurd kunnen worden aan de bestuurder. En hij houdt, als het goed is, een administratie bij wie op welk moment met die auto, met die groene plaat heeft gereden. Nederland in Utrecht op de Vondellaan. Surveillante Patrick en Ahmed zien hoe de bestuurder van deze Renault Modus door het rode verkeerslicht rijdt. Ik kan het net niet zien. Okay, yeah. Even voor je naast gaan, dan nemen we er mee naar de parkeergarage daar. Zouden we dat leuk vinden als we eraan spreken, denk ik? Het valt al licht te proberen. Patrick sommeert de bestuurder om te volgen en constateert dan nog een overtreding. Er staat ook nog een telefoon in de hand. Ja. Ze schrok zich een hoedje. Dag mevrouw. Goedemorgen. Hallo verkeerspolitie. Ik zal me even voorstellen. Patrick Vermeulen, zij filmen mijn werk hoor. Nee. Ik moet echt op mijn zondag. Oké, nou, ik wil in ieder geval even uw rijbewijs. En als u even gewoon doet, dan kunnen we het even snel afhandelen. Ja, nou, dan handelen we het even af en dan komt de meneer zo bij u om te vertellen wie die is en wat hij doet. Oké. Mevrouw. U krijgt in ieder geval een boete voor door het rode licht heen rijden. Ik moet Ja, mag ik u even gaan vertellen wat u fout heeft gedaan of niet? Oké. Ja, de reden waarom u rood rijdt, mevrouw, mag ik die ook weten? Ja, maar ik vind het ook heel belangrijk dat u weet wat u fout doet, mevrouw. Oké, dus dat maakt u niet zoveel uit. U krijgt in ieder geval een bekeuring voor het rode licht. En wilt u nog een verklaring geven? Of... Nee, alsjeblieft, kunt u voor me. Ik moet toch rood gaan passeren, want het is heel belangrijk. Ja, dat snap ik, dat het heel belangrijk is. Maar het is ook heel belangrijk dat u daar wel veilig aankomt. Maar ik ga hem even uitschrijven, hoor. Ik wil in ieder geval niet dat u nog een keer door het rode licht rijdt, want het is onveilig. Ja, dank u wel. Ja? Goedemorgen. Ik ben nog niet klaar. U mag best even naar mij luisteren. En u gaat niet bepalen... Ik weet wat het geeft, Maria. Oké. De boete is €220. Dankjewel. En als u het niet mee eens bent, staat achterop hoe u in beroep kunt gaan. En er komt nog €7 administratiekosten bij. U mag zo uw rijbewijs terug. Ik ben toch even met u in gesprek. Dit moet u niet op... Ik heb voor mijn advocaat. Ik wil niet dat u mee... Prima. ...op televisie gaan dingen. Dat wil ik absoluut niet. Ik betaal niet. Ik wil niet. Ik heb voor mijn dingen. Oké. Ik zal zo uw rijbewijs teruggeven. Als u even gewoon naar mij luistert, dan kunnen we het gesprek even afronden. Ja, het kan best zijn dat u haast heeft, mevrouw. Maar u moet mij ook even de kans geven om even een normaal gesprek met u te voeren. Het is wel zo beleefd. Oké. Alsjeblieft. Hele fijne dag verder, mevrouw. Ja hoor, fijne dag hoor. Met deze bestuurder valt niet te praten, maar de bekeuring voor het rode verkeerslicht bedraagt hoe dan ook €220. Nederland in Utrecht op de Humberdreef. Surveillante Patrick en Jan Bart naderen de verkeerslichten als ze een bestuurder van een Piaggio motorscooter voorbij zien flitsen. Allemaal hard, hè? Kijk links eromheen. Zo, lag hij bijna op zijn riegeltje. Noemen ze dat karma, hè, als je op je giegel gaat. En dan ga je. Wat is het aan doen? Hij is lekker aan het sturen met dat ding, joh. Ja. Zo. Probeer hem eens. Meting loopt. 80 meter. Kijk maar eens weg. Rechts de lijns. Ja, overigens.
veel meer uitloop nu. Ja, ja, veel meer uitloop. Zit op 110. 110. Kijk hier. Druk 20. Af. Ja, 5, 7 minuten. Kijk hem hier gaan, joh. Twee keer. Ik ga even motorrijden erbij vragen. Patrick vraagt de centrale meldkamer om assistentie van een collega. Nou, heb jij een motorrijder omgeving Tigris Dreef? Zit achter een scooter, motorscooter met hoge snelheid, over. Ja, helaas. Ik heb echt geen idee. 13 let op seconde. Nu. Ja, hij is weg. Ja, ze hebben ons gezien. Doe eens even een stopbordje aan. De dolle scooterrijder wordt met behulp van de politie-sirene naar de kant gedirigeerd. Even eruit. Ik blijf zitten. Ja, we hebben hem staan door, zee. Hoi. Wat ben je aan het doen? Ja, ik zag een auto achter me, ik wilde niet trekken. Ik ging weg. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, dat is knap. En waar reed je achter hier dan? Ik reed vanaf de achterhand, je dicht van de broek achter. Ja, ja, en dan ga je gewoon vol gas geven. Ja, heb je wat te verbergen? Nee, ik heb niks te verbergen. Niet voor jullie, maar voor, ik wist niet... Voor wie dan? Nee, je zit het Overvecht niet zo prettig is, toch? Overvecht is niet zo veilig? Ik vertrouw dat niet. Oké, okay, en dan ga je zo achterlijk rijden? Ja, ik wil wegrijden. Ik vertrouw het niet. Je wil wegrijden? Ja, ik vertrouw het niet. Dus dat is de reden dat je zo achterlijk rijdt? Ja. Nou, dan moet je misschien maar je rijwijze gaan invorderen. Ja. Als je bij iedere auto die achter je rijdt zo gaat gedragen... Ik vertrouw het gewoon niet. Ja. Je vertrouwt het gewoon niet? Ik vertrouw het niet. Beetje raar, hè, hoe je reageert, of niet? Nee, dat is niet. Ja, zeker wel. Dus gewoon, als wij gewoon achter je rijden, want je valt ons al op... door als je van de Humberdreef afkomt... Ja. En je steekt over naar Dirk van den Broek. Ja. Hoe hard mag je binnen de buiten komen? 50. Moet je daarover nadenken? Nee, 50, ja. Hoe hard rij je op de Humberdreef zo bij, als je oversteekt? Een stuk harder dan 50 in ieder geval. Dan klap je bijna achter in de auto op de Oranje Rivierdreef die rechts afslaat. Moet je er heel snel omheen. Dan heb je onze aandacht. En dan komen wij achter je. Toen zag ik dat ik moet achter. En dan ga je vol op het gas. Ja, maar omdat ik sneller aan zou komen rijden, ik vertrouw dat niet. Ik wil gelijk achter. Waarom zou je het niet vertrouwen? Wat heb je te verbergen? Ik heb niks te verbergen. Oké, dus elke auto die snel naar jou toe gaat, ga je zo rijden? Ja, dat vertrouw ik niet. Ga ik weg vandaag. Ik heb er slechte ervaringen mee vandaag. Daar heb je slechte ervaringen mee? Goed. En dan ga je al die keren ga je de verkeerde kant van de paaltjes voorbij. En je hebt een pieksnelheid van 125 in het 50 gebied. Dat betekent dat je aangemeld gaat worden voor een educatieve maatregel gedrag. En je krijgt in ieder geval een snelheid van 75 gemiddeld. Omdat we binnen de Buidenkom zaten en we hebben helaas een lage trajectmeting. Maar die krijg je sowieso. En je krijgt gewoon een aantal keer dat je zo inhaalt. Het slaat echt helemaal nergens op. Maakt niet uit. Dus... Mooi. Dat kunnen we ook opschrijven als verklaring? Ja. Als je je opgejaagd voelde? Ja. Dat voor de snelheid? Ik voelde mij opgejaagd, dat is het verhaal? Ja. 209 voor de snelheid. Ja. Komt 9 euro administratiekosten bij. 2 keer 140. Ja. Terwijl je het 6, 7 keer doet, hè. Langs de verkeerde kant van de paaltjes, fietsstrook gebruiken. 2 keer 140, kom ook nog 2 keer 9 euro bij. En je wordt aangemeld voor de educatieve maatregel gedrag. Dat is een cursus die wordt je opgelegd waarschijnlijk door het CBR. Wij melden je aan, wij weten niet of de cursus doorgaat. Hou rekening mee dat die tussen de 1000 en 1100 euro kost. Nee, en als je hem gewoon betaalt op tijd en je gaat dit maar goed volgen, anders wordt je rijbewijs volledig ongeldig verklaard. Dan ga je normaal rijden. Ja? Ik ben opgejaagd meer, die weet er zelf, het is ook ver. Als ja, je, maar dat is soms niet. Jij niet, ik wel. Ja, maar veilig. Ja. Ik heb liever dat ik zo ja, maar dan heb je zeker wat te verbergen. Ja, heel veel. Ja, dat blijkt. Dus. Ik heb liever dat ik die boete ga betalen. Geen probleem. Mooi. Ga je normaal rijden? Tuurlijk niet. Oké, fijn weekend. Aan geld heeft deze wegpiraat kennelijk geen gebrek. En dat treft, want hij is waarschijnlijk zo'n 1600 euro lichter. De Nederland in Utrecht op de Einsteindreef. Surveillante Patrick en Jan Bart hebben de bestuurder van een Ford Fiesta in het vizier. Ja, door rood. Ja, zo, en dit ook, hè? Ja, Patrick, ruim maar even mee, hoor. Zeg je? Ja, niet te krap, ook. Nog een keer. Weer een keer door rood. Kijk, hij is met zijn telefoon bezig. Ja, telefoon is aan. Ja, ik zeg het. Hij krijgt 2 keer rood. Meenemen? Ja. Telefoon natuurlijk is aan, hoor, rijdt het. Ja, nog steeds telefoon is aan, zie je? Oh ja, kijk, hier heel duidelijk. Ja, kijk dan.
Deze wegpiraat mag naar de kant en Patrick spreekt hem aan op zijn rijgedrag. Hoi, doe even. Nee, doe heel even je motor uit. Ik zal me even voorstellen. Patrick, nee. Waarom niet? Omdat ik dat zeg. Ik zou graag even je rijbewijs willen. Sterker nog, ik vorder bij deze inzage je rijbewijs. Waarom? Daarom, omdat ik dat vorder. Omdat ik voor jullie vrouw moet stoppen met filmen. Nee, zij blijven mijn werk filmen, dus. En je bent bij deze gevorderd om je rijbewijs aan mij te tonen. Dus bij deze. Ja, ik was mijn rijbewijs aan het tonen. Nee, ik vraag prima. Op een normale manier, maar ik wist niet. En ik leg je uit dat ze blijven filmen, ja, dus. Ik kan op een normale manier communiceren. Dat zeg ik toch? Op een normale manier. Of is dit gewoon goed voor het programma of zo? Nee. Ja, volgens mij wel. Dit gesprek gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, dit gesprek gaat helemaal de verkeerde kant op. Het is gewoon heel. Als jullie voor het programma een mooi beeldmateriaal willen. Dan moeten jullie inderdaad zo iemand hebben die dan ook expres zo gaat doen, toch? Denk ik, lijkt me. Nee, want ik doe gewoon heel normaal tegen u, maar u begint gelijk om bepaalde. Nee hoor, wat jij zegt, dan krijg je rijbewijs niet. Nee, dat zei ik niet. Ik zei gewoon, stop gewoon met filmen. Dat vind ik vervelend. Ja, ze blijven filmen, dus daar kunnen we heel kort over zijn. Dus ja. Maar we gaan het wel hebben over je rijden. Dus. Vertel. Vertel. Ik zou eerst graag even inzage in je rijbewijs willen. Dit rijbewijs is niet meer geldig. Dit is vorige week gebeurd door een collega van u. Ja. Die hield mij staande. Ja. En toen pakte hij mijn rijbewijs zo. En toen zat hier deze foto in en die drukte die eruit. Ja, maar dat betekent wel dat je nieuw moet aanvragen. Dat klopt, daar heb ik ook al voor gebeld. Er staat ook een afspraak voor. Oké. Want ik moet ook elke dag mijn legitimatie tonen op mijn werk. Ja. Maar. Oké. Je rijgedrag. Je rijdt twee keer de rood. Je rijdt veel te hard. En je zit met je telefoon in je handen. Ik heb carkit. Ja, en toch zit je zo met je telefoon in je handen. Hier net op het zuilenspring, onder andere. Dat dus lijkt me niet, maar het kan nee? Wel dat ik door. Ja, tenzij we dat allebei gezien hebben. Nee, dus. ik zeg niet. Of wat ik gebruik gewoon mijn carkit, dus waarom zou ik dan mijn telefoon pakken? Geen idee, je zit met je telefoon in je handen. Dus twee keer echt gewoon zomaar door rood. Waarom? Je hoeft geen antwoord te geven hoor, maar. Stom. Stom, maar wel bewust. Ik weet niet waar ik twee keer door rood ben gereden, maar als jij zegt dat ik twee keer door rood ben geweest, zou je het vast niet verzinnen. Nee. Dus maar één keer weet ik wel dat ik kwam op oranje volgens mij aanrijden, hij sprong op rood en ik reed door. Nee. We kunnen hier de beelden terug laten zien. Je rijdt echt twee keer gewoon echt vol door rood. Ja, het was niet eens een beetje rood, hij is vol door rood. Ja. Dus, en daarnaast zit je ook nog eens met je telefoon in je hand. En het zijn allemaal gedragingen en je laat meerdere gedragingen zien en ook met name genoemde gedragingen. Die omschreven zijn voor het aanmelden bij het CBF van educatieve maatregelen. Dus bij deze gaan we je ook aanmelden voor een educatieve maatregel gedrag. En het CBR gaat uiteindelijk beslissen of dat ze hem ook geven of niet. Geef u ieder geval help, meneer. Voorzichtig. Hebben we nog vragen? Nee. Okay, succes. Voorzichtig, hè? Deze bestuurder krijgt een EMG-cursus opgelegd en mag de kosten van ruim €1100 zelf betalen. Eenheid Midden-Nederland bij Laren op de Rijksweg A1. Surfjanten Jan, Bart en Patrick volgen de bestuurder van een BMW 3-serie. Hij rijdt lekker sportief. Meting loopt 70 meter. Trek hem maar bij als je kan. Ik heb hem op uitlopend, hè? Ik heb hem gewoon een combi gestart. Nou, in dat geval. Dus ik plank gas. Laat maar lopen. 190. 195. 200. Het is van het gas af. Ja, ik heb ook een keer voor hem. Afgelopen is in de buurt. Ja, ja. Klopt maar. 159. In voor de rijbewijs. En er meteen overheen. Volgende. Patrick, verkeerspolitie. Je mag heel even je motor uitzetten. Heb je een horloge om? Ja. Hoe laat is het? 5:30. Ja. Mag je even onthouden, want om 8:55 is je rijbewijs ingevorderd bij deze. Dat betekent dat je niet meer verder mag rijden. We vinden het echt nergens op slaan hoe hard je rijdt. Enig idee hoe hard je mag op de snelweg waar je net reed? 100. Ja, hoe hard reed je? Te hard. Ja, hoe hard? Niet gekeken. 200 plus in de piek. Slaat helemaal nergens op. En dat terwijl je beginnend bestuurder bent, niet handig. Nee. Dat betekent ook dat je een punt op je rijbewijs kwijt bent. Dus je mag even uitstappen, gaan we even tegen een en ander voor je opschrijven. Hey, je hebt in de piek ruim 200 gereden. Geëikte snelheid. Ja, het zijn jouw woorden. Ik doe het zelf, ja, het is stom. Dus gemiddeld kom je op slechts 159 uit. Dus het is 59 kaart. Dus dat betekent wel dat je rijbewijs kwijt bent. Ja. Dus. Ik stuur de snelweg op, maar.
Zeg eens, stoer de snelweg op. Ja, maar ik heb wel gekeken met invoegen, maar ja, daar heb je niks mee. Ja, heel stoer je rijbewijs kwijtraken. Heel stom. Oh, stom. Als ik zelf even mag aanvullen. Absoluut stom. Hoe lang verwacht u dat ik hem kwijt ben? Minimaal 2 maanden. Had je gevraagd of iemand anders een rijbewijs had? 7 rijbewijs. Ja. Is er bij zich ook? Ja. U hoeft niet te zeggen, maar heeft vanavond nog gedronken, of niet? Nee. Nee? Okay. Weet je nog welke tijd ik zei dat je moest onthouden? 10:30. Nee. Ik zit nog helemaal kapot voor jullie. Wat dan? Ja? Nou, ik zag jullie aankomen, hard. Ja? En toen in één keer ervoor. Daar schrok ik best wel van. Je had nog niet gedacht dat het politie was? Nee. Hun zei dat, ik heb niet gedacht. Nee. Ik was wel meteen met trouwens. Ja. Hey, luister. Je rijbewijs is ingevorderd. Dat betekent dat je geen enkel voertuig meer mag besturen waarvoor je rijbewijsplichtig bent. Dus ook geen snorfiets, geen trekker, helemaal niks. Overal waar je een rijbewijs voor nodig hebt, dat heb je niet meer, want je rijbewijs is ingevorderd. Ja. Het rijbewijs wordt binnen enkele dagen opgestuurd naar het CVUM in Utrecht. Daar gaat een officier van justitie gaat binnen 10 werkdagen een beslissing nemen over wat hij gaat doen met je rijbewijs. Je bent beginnen besturen, dus nou ja, hij gaat daar allemaal rekening mee houden met strafmaat. Alle vragen die je nog hebt en die je nog wilt weten, staat hier op www.om.nl. Verdere vragen. Nee, ik wou zeggen bedankt, maar... Nou ja, niet bedankt. Maar je moet het gewoon niet meer doen, want je rijdt al die auto's gewoon met 100 kilometer verschil voorbij. Ja. En je wilt niet weten, als je met een snelheidsverschil van meer dan 50 achter op een auto knalt, die in één keer gewoon naar links komt. Ja, kan je niet navertellen. En zij ook niet. En je hebt wel de verantwoordelijkheid over hun die bij je zitten. Je kan nog gelijk. Yes? Oké, succes. Deze bestuurder mag op de bijrijdersstoel plaatsnemen. Hij zit daar goed aan die rechterkant, hè? Hij zit je heel goed aan de rechterkant. En daar blijft deze jongen voorlopig ook nog zitten, want hij is zijn rijbewijs in ieder geval 2 maanden kwijt. En hem komen we tegen in Harmelen op de Groenendaal. Surveillante Patrick en Raymond zien in de verte een aantal jongeren rond een Peugeotje hangen. Het zijn wel doelgroepjes. Zo gaan rijden, met de scooters onderhellen. Even kijken, hoe er staan daar een paar jongens. Met in ieder geval een opgevoerde scooter erbij. Ze staan een beetje raar midden op de weg. Gaan we eens even kijken wat ze aan het doen zijn. De auto gaat nu rijden. Hij stapt nu op de scooter. Hij rijdt op de scooter. Hij heeft sowieso geen helm op. Nee. Maar hij heeft iets gedaan waardoor hij zijn wieldoppen nu kwijt is. Waarschijnlijk heeft hij gewoon schade gereden net. Hij gaat weg. Kijk, deur open. Rondrijden met zijn deur open. Net reed die gozer met die grijze trui, toch? Ik denk wel dat hij net reed. Zo te zien wel. Nu rijdt hij in ieder geval. Ja, nu zit hij weer op zijn scooter. Lampie. Ja. Dan is die scooter voor ons hier. Ja. De agenten gaan op de helmloze scooterrijder af en Jeroen spreekt hem aan. Hoi, ik zal mij voorstellen, lief van de verkeerspolitie Utrecht. Hoi. Je rijdt zonder helm. Ja. Dan ga je een bekeuring voor krijgen, dus ik wil graag even je rijbewijs zien. Wat heb je net gedaan daar, dat je... Je wieldoppen verliest. Ja, iets tijd door die bochtje heen. Was je aan het spelen? Was je een beetje aan het kloten? Nee, niet zo. Jawel, want je reed, net ook met je deur open daar. Ja, daar ik niet gelijk door. Maar dus je rijdt in een auto met je deur open en je hebt het niet door? Ja, ze deed toch wel een deur open en ik wil even een rondje rijden. Dus je rijdt een heel rondje met de deur open en je hebt het niet in de gaten? Ja, oké, daar had ik me wel moeten zien. Dat is niet handig als je het niet in de gaten hebt. Misschien moet ik dan je rijbewijs innemen, want ben je psychisch niet in orde om een voertuig te besturen. Nee. Als je niet in de gaten hebt dat je met de deur open rijdt. Het is geen speeltuin hier, hè? Ja, weet ik. Nou, maar je gebruikt het hier wel als speeltuin. Ja, sorry. En dat is niet handig op de openbare weg als je al bijna 2 jaar je rijbewijs hebt. Ja, snap ik. Heb je daar het stoepje geraakt dat ze eraf gevlogen zijn, je wieldop, of komt het echt van het rondje scheuren? Onder andere door rondje rijden is dit stoeprentje aan. Ja, met hun er allemaal in. Ja. Wat denk je dat er gebeurt? Ja, dat is niet zo netjes, ja. Nee, maar wat denk je dat er gebeurt als je daar... Volgens mij ligt er zelfs een sloot naast. Ja, dat klopt. Dan ben je toch stom bezig, of niet? Ja. Je hebt de mazzel dat we het niet goed gezien hebben. Maar ik kan redelijk inschatten hoe het gegaan is. Ja. En je geeft zelf al toe, en dat is je geluk. Dan had ik gewoon je rijbewijs afgepakt. Ja, dat snap ik. Dus, want ik vind echt gewoon onverantwoord wat je doet. Dat zei ik ook al. Zeker als je pas 2 jaar je rijbewijs hebt. Ja. En het is hier gewoon openbare weg, hè? Kunnen gewoon mensen, sterker nog, lopen mensen met honden lopen er en dergelijke. Dat klopt. Ga je gedragen, ga normaal doen. Ja? Volgende keer ben je echt aan de beurt. Is goed. Fijne dag verder. En de camera is voor? Niet voor wegmisbruikers. Volgens mij ben jij een wegmisbruiker. Oké. Toch? Of vind je van niet? Vind ik niet. Vind je niet? Nee. Ja, dan weet ik niet wat wel een wegmisbruiker is. Dan hebben we echt een meningsverschil. Dat snap ik.
Nou, ik vraag me af of je het snapt. Nee, want volgens mij snap je er helemaal niks van. Jawel. Ga je gedragen? Goed. Fijne dag verder. Fijne dag. De helmloze scooterrijder krijgt ondertussen een bekeuring. €90. 90. Ja, er komt nog 9 euro administratiekosten bij van het CIB. Oh, ik heb die andere helm gehad. Waarvoor? Snelheid. Ja. En de andere is kwijtgeschonden, maar dat mag niet. Wat zeg je? En de andere boete was van het lint. Ja, als je zit te mompelen, dan versta ik je niet, man. Hij is kwijtgeschonden. Ja, mag wel Hé, doe je helm op in het vervolg, ook voor de kleine stukjes. Want er stond nog van je geld namelijk. Dus, ik ga je hand geven. Rij voorzichtig. De bekeuring lijkt weinig indruk te maken en wij hebben de stellige indruk dat we deze heren nog wel een keertje zullen tegenkomen. Zoals je ziet in Utrecht op de Cartesiusweg. Surveillante Patrick en Jeroen staan voor een kruising als de bestuurder van een witte Mercedes hen met spinnende banden tegemoet komt. Hij wilde ingaan halen, zag ik? Ja, dat zag ik niet. Ik hoorde alleen zijn bandje piepen in de bocht. Mercedes, hè? Ja, kijk wat hij gaat doen. Gaat hij, hè? Wat zit hij te doen hier? Hij zit een beetje te slinken. Kijk, daar gaat hij. Hij is aan het inhalen. Wow, hij haalt een auto in die af wilde slaan. Zag je het? Hij is de hele rij voorbij gevlogen. Hij gaat een jekko. Hij ziet eruit, hij. Je gokt erop dat hij deze kant op komt? Hij kan alleen maar links, links, links. Komt hij ook. Gek, joh. Kom in start, hoor. Hoe hard mag je hier? 50? 80? 80? 80? Sowieso al die auto's die links voorbij gaan? Ja, maar ja. Nou, precies. Want anders had ik door. Ja, zet hem maar gauw aan hier. Patrick spreekt de bestuurder aan. Ik zou graag even je rijbewijs willen. Ik zal me even voorstellen. Patrick, verkeerspolitie. Ja, kan die camera wel? Nee, die blijft aan. Meneer Pak, top. Vind je dat normaal hoe je rijdt? Ja, ik had een beetje haast. Ik moet naar Diemen toe. Ja, en? Ja. Ga je dan zo achterlijk rijden? Nee. Daar langs de vlampijpstraat slaat helemaal nergens op wat je doet, hè? Ja, klopt. Waarom doe je dat? Ja, ik had een beetje haast. Man. Ja, en? En als je daar nou gewoon een aanrijding krijgt, omdat mensen daar gewoon allemaal willen parkeren en je rijdt zo die hele auto's voorbij? Ja, daar heb ik gelijk. Ja, dat is zeker dat ik gelijk heb. Je rijdt trouwens 80 waar je 50 mag. Slaat ook nergens op. Hoe lang heb je rijbewijs al? Hoeveel is het vandaag? Ja, geen idee. 2 maanden misschien. 2 maanden? Ja. Ga ik je aanmelden voor een educatieve maatregel gedrag? Oké. Eerst al hoe je de bocht omgaat bij de Cartesiusweg slaat nergens op. Piepen de banden de bocht door, betekent dat je geen controle over je voertuig hebt. Ja. Zit ESP op die auto, als ze gaan piepen, ben je al bijna gewoon af, klaar. Ik kan je er helaas geen bekeuringen voor geven, maar ik ga je wel aanmelden. Wat houdt dat in? Wat het inhoudt? Wat het inhoudt is dat je waarschijnlijk uitgenodigd zal worden door het CBR tot volgen van een cursus. Want schijnbaar ben je alweer vergeten wat je 2 maanden geleden nog geleerd hebt. Ja. En het zou zomaar kunnen betekenen dat je dus op een cursus moet komen. De kosten daarvan bedragen om en nabij de €1000. Ja. Betekent dat je 3 dagen op cursus moet. Als je niet op tijd betaalt of je zit erbij als een zoutzak en je reageert een beetje zoals je nu doet. Dan kan ik je vast vertellen dat je rijbewijs volledig ongeldig verklaard zal worden. Ja. En dat de kans groot is dat je opnieuw zal moeten gaan lessen. Ja. En als ik zo kijk, denk ik dat het wel noodzakelijk is. Ja. Want ik weet niet hoe je rijbewijs hebt gehaald, maar dit heb je zo niet geleerd. Nee, of je hebt een heel korte termijn geheugen en ben je alles alweer vergeten van 2 maanden geleden. Nee, ik weet gewoon de regels gewoon helemaal. Nou, laat het dan zien. Ja, klopt. Doe. Nee, ik zag ook in het binnenspiegel dat jullie vanaf de Julianenpark al achter me reden. Ja, we rijden al achter je vanaf de Cartesius weg. En haast is gewoon stom. Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Ik kijk altijd hoe mensen rijden, weet je. Ik vind het ook niet normaal. En nu word ik zelf gepakt. En wat vind je ervan? Ja, niet leuk, zeg maar. Kijk, nu ga ik ook op YouTube komen met deze mensen. Die kans is groot. Ah, SBS6 mag niks uit. Zie ik mezelf nog niks terug. Maar ja, ik vind het echt niet om te lachen. Want echt hoor, als je daar gewoon met 30... Al rij je maar 30, maar je reed daar nog harder. Ja, en ik zie gewoon dat je gaat inhalen als een auto alleen parkeren. Ja, maar het stomste wat je kunt doen. Dat was het laatste aan. Hij gaf hem niet eerder aan. Ja, ik wou hem inhalen. Maar hij verwacht niet dat je daar inhaalt. Dat is het gewoon. Je hebt totaal geen verkeersinzicht. Yes? Yes. Succes, hè? De bestuurder wordt aangemeld voor de educatieve maatregel gedrag. Tijdens deze 3-daagse cursus wordt hij op de gevaren van zijn rijgedrag gewezen en de kosten van circa €1000 komen geheel voor eigen rekening. In Nederland in Schravenland op het Noordereinde.
Surfjante Patrick en Jan Bart rijden achter een Peugeot 206 die hen hooglijk verbaast met een bizarre actie. Daar zit een bekertje, gooit hij eruit. Hierin? Even van de kant. Hij ziet een bekertje eruit. Dan moet ik kijken hoe hij eruit joh. Weet hij loopt. Hij zit een bekertje op de grond, een koffiebekertje en dan... Ja, de meting wordt niks. Nee. Hij zit hem aan de kant en dan... aan de kant. Ik mag even zijn bekertje op gaan halen. Ja. Goeiedag, zet even je motor uit. Ik zal me eens even voorstellen, Patrick, verkeerspolitie. Je mag even je bekertje gaan halen, wat je net op de grond hebt gegooid. Ga ik doen. Ja, doe maar eventjes eerst. Want dat is behoorlijk asociaal wat je doet. Dat was normaal gesproken doe ik dat niet, maar er zat nog een beetje cola in voordat het in de auto ligt. Maar dat was inderdaad niet heel netjes. Tegen mijn kinderen zeg ik altijd dat het bosvarkens zijn die dat doen. Dat is waar. Ja, dus ik zeg het ook tegen jou. Dat is ook helemaal gelijk. Nou, succes. Hé, hey, waarom reis je? Hoe bedoelt u? Heb je het idee dat je op een racebaan zit, of niet? Nee, dat niet. Nee, waarom rij je dan zo? Nou, ik denk gewoon één keer een klein beetje gas bijgeven. Ja, en dat gaan we ook tegen die mensen zeggen die je straks doodrijdt. Ja, hij wilde even één keer een klein beetje gas geven. Slaat helemaal nergens op wat je doet. Ja, oké. Echt achterlijk gedrag. Zeker als je pas nog geen 2 jaar je rijbewijs hebt. Ik heb hem al bijna 3 jaar. Top, bijna 3 jaar. Toch een jaar langer. Ja, toch een jaar langer. 2,5 jaar om precies te zijn. En dan ben je een topchauffeur, joh, dat je zo kan rijden. Moet je kijken hoe druk het hier is. Moet je kijken hoeveel auto's er hier zijn. Allemaal geparkeerde auto's, noem maar op. En je gaat gewoon 80 rijden, zo eventjes uit het niks. Waarom? Wat voor opmerking had je? We komen net uit ons werk. Ja, dus? Daarom rijdt hij zo hard. Dus als je uit je werk komt, moet je zo hard rijden? Ik zeg alleen... Wil je thuis komen of niet? Ik zeg alleen, dat is zijn, hoe heet het gewoon, zijn excuus. We komen... Het is geen excuus. Ja, maar ja. Of je nou net uit je werk komt, of net uit de kerk, of net uit de kroeg, je moet gewoon normaal rijden. Dus ga eerst eens beginnen met je stoel goed te zetten, want zoals je nu zit, slaat nergens op. Als je een aanrijding krijgt, nou, schiet je onder je gordel door. Ik kan mijn stoel wel omhoog doen, maar dan zit ik zo in mijn auto. Nou, je moet in je auto gaan liggen. Wat je nu doet. Ik vind niet dat ik voor mijn gevoel zit ik nu. Oh nee, want je hebt al 2,5 jaar je rijbewijs, dus jij weet hoe het werkt. Nou, ik weet gewoon hoe ik mijn eigen stoel wil hebben. Oké, nou. Dit gaat helemaal nergens over. Ik geef je even een tip. Zoals je er nu in ligt in je auto en je gedraagt je zo op de weg, is de kans groot dat je hier een aanrijding krijgt. En dan ga je zo onder je gordel door. Dus ga gewoon normaal recht op je auto zitten. Dat is tip. Tip die ik je meegeef. Ja, en dan zet je je stoel wat naar achteren en dan zorg je dat je rechter. Ja, dan moet je je stoel wat verder naar achteren zetten. Je hebt mazzel dat we geen meting hebben kunnen doen. Want anders dan had je nu een dikke bekeuring gehad. En je moet echt je gedrag gaan aanpassen. Het slaat gewoon helemaal nergens op. Ja? Oké. Alsjeblieft. Dank u. Zet hem even in een keurig in een parkeervak neer. En zodra. Ja. Op de stoep. Zolang je maatje er niet is, mag jij wel even een parkeervak opzoeken. Fijne dag verder. En die bijrijder is nog wel even onderweg om zijn uit de auto gekiepte beker op te rapen. Of deze beide handjes zich voortaan beter zullen gedragen, is zeer de vraag. Naar de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Amsterdamse Straatweg. Surveillanten Patrick en Jeroen worden bij de verkeerslichten ingehaald door 2 roekeloze bestuurders. Bro, je kijkt hem joh. Gaat ik de rode taxi? Ja joh. Ja, ja joh, zie je het. Die taxi doen we op kenteken. Wij stoppen netjes voor rood. Foxtrot 2, november. Die krijgt hem op kenteken, die witte die gaan we aan de kant zetten. Moet je nu. Politie, je mag ons even volgen. Gaan we voor. Volgen. Hoi, Patrick, verkeerspolitie. Goeiedag. Ik zou graag even je rijbewijs willen en of je motor even uitzet. Ja, maar gaan we met die camera mag uitzetten, kerel. Nou, de camera blijft aan en die gaat je zo vertellen wat er gaat gebeuren. Ik zie altijd op tv die dingen gebeuren. Ik moet die camera moet ik niet hebben. Oké. Okay. Serieus. Dus als je gewoon meewerkt, dan zal hij je daarna vertellen hoe hij je gezicht onherkenbaar maakt. Is het onherkenbaar? Is die vanaf nu al lang onherkenbaar of niet? Als jij dat wil, maak je gewoon onherkenbaar. Ja, dat wil ik zeker. Hey, de reden dat je aan de kant staat is door het rode licht rijden. Ja, dat dacht ik altijd. Oké. Okay. Ik zag er even je rijbewijs willen. Het is niet eerst door rood licht, als je het goed hebt gezien, toch? Nee, die taxi voor je die rijdt ook door rood. En die gaat hem thuis krijgen. En het liefst hadden we jullie allebei aan de kant gehad. En dan splitsen jullie. Als jullie hier allebei nog hadden gereden, hadden we jullie allebei meegenomen. En dan hadden we jullie allebei geconfronteerd. En dat deed voor allemaal evenveel pijn. Ja. Nou, daar heb je gelijk in. Nee, maar daar heb je ook gelijk in. Maar hij krijgt hem sowieso. Want wij geven... Had ik hem ook liever op zo'n manier gekregen, begrijp je? Zo'n hey, camera. Soms is het leven oneerlijk, hè? Soms is het gewoon kloten. Ja, lijkt wel weer. Nou hoef je geen antwoord te geven. Rood licht, waarom? Waarom rij je door rood licht?
Oh, geen antwoord. Geen geldig antwoord. Geen geldig antwoord? Nee. Je vond het wel kunnen? Dat is niet de bedoeling, maar die kuttaxi. Geen kuttaxi volgen, laat ik zo zeggen. Waarom? Ik weet niet. Maar hij gaat opeens naar links en dan ga je hem niet meer volgen. Ja, maar ik bedoel alleen dat stukje. Alleen dat stukje. Ja. Je denkt, hij rijdt door rood, doe ik het ook even. Echt, dat was de reden. Ja. Hij moet een beter voorbeeld geven als ik. Nee, ja, je hebt gelijk. Hij is een beroepschauffeur, dus hij zou het nog beter moeten weten. Maar ja, jij doet het ook. En we moeten een keuze maken. Jij bent degene die als laatste, terwijl het rood als langste staat, doorrijdt. Vandaar dat jij aan de kant staat. Heb je nog vragen, opmerkingen of andere dingen? Nee, maar ik ben niet op... Ja. Daar hebben we het net over gehad. Dus valt niks te vertellen. Maar ja, voor dit geld krijg je eeuwige roem. Hey, succes, ondanks alles, hè. En deze eeuwige roem kost de man €230 plus €9 administratiekosten. Rijden we mee met de eenheid Midden-Nederland in Utrecht op de Amsterdamse straatweg. Surfjanten Patrick en Raymond staan voor het verkeerslicht als Raymond de bestuurder in een witte bestelbus een overtreding ziet maken. Hij komt over het vak van linksaf, rechtsaf met zijn witte bus. Alles staat stil op het vak van rechtdoor en het vak van links is alleen voor linksaf. En iedereen sloeg voor mijn neus linksaf en hij komt rechtsaf. Zal ik me eens even voorstellen? De camera weg gaat u krijgen. De camera die blijft en ik zou niet weg als ik jou was, want dan hebben we een probleem. Dus je mag even je motor uitzetten en je mag even je rijbewijs geven. Oké. Je kan... Hey, luister even. Je kan ook gewoon even normaal praten. Ik wil niet op de camera. Wat wil okay. Je mag even je motor uitzetten. Je mag even je rijbewijs geven. Ik ga niet verder met jou praten tot hij weg is. Oké. Dan praat ik wel even met je verder. Ik wil graag even je rijbewijs. Je krijgt de bekeuring. Voor wat? Doe maar het bestuurder. Maar hou de camera weg. Dan praten we verder aan de zin. Doe even je deur open. Als je niet meewerkt, word je aangehouden. Mooi. Wil je nog verklaring afleggen over de overtreding die je net gaat? Voeten uit en van me niet los. Schrijf maar uit. Hij moet weg. Hij gaat ik niet zweer, weg. Ik breek die camera. Dat zou ik niet doen, dat is jouw. Dan moet hij weg. Als je nou gewoon even normaal luistert, hij moet weet gewoon je op zeker, kankeren, vriend. Wil je ook nog weten wat je fout deed of weet je het al? Geen gordel, meer heb ik niet. Meer heb je niet? Ja. Oké, nou die gordel die krijg ik als bonus. De gedraging die je deed op de Amsterdamstraatweg. Via het linksaf, vak rechtsaf slaan. Mag niet. Ik maak er een zaak van, hè? Dat mag je weten. Dat mag. Vriend, ik neuk je als ik op beeld kom. Ik zweer je, ik zoek je op. Ga me echt neuken. Geloof mij. Check maar na, dan weet je het zelf wel. Je zet jezelf voor lul, waarom doe je dat nou? Ik hoef me niet voor lul te zetten. Ja, maar je doet het zelf. Geen maar die boete. Komt eraan. Geen verklaring dus. Ik heb niks te verklaren. Doe zometeen wel je gordel om als je gaat rijden. Doe rustig aan. Het heeft geen nut. Is goed. Stuur ze maar weg. €230. Blijf filmen. Doet je wegrijdt. Voor het vak van linksaf en rechtsaf aan. Daar krijg je de boete voor. En dan ben je gemat voor de gordel. Die krijg je niet. Heb je nog vragen? Yes. Deze opgefokte bestuurder mag met een boete van €230 voor verkeerd voorsorteren zijn weg vervolgen. Pas op voor die bus. Ja, pas op voor die hele grote gele bus waar hij erin klapt. In Renswoude op de N224. Surfjante Patrick en Jan Bart zien wachtend bij de verkeerslichten een golfje met piepende banden uit de bocht komen. Zijn we gaan? Ze volgen direct en Patrick start ook gelijk een trajectmeting. 127, gevaarlijke oversteekplaats, 117 blijven we rijden, er zitten 5 man in de auto, uitrit van het restaurant, 114 nog steeds. Als Patrick de meting afsluit, komt de gemiddeld gereden snelheid uit op 104 maar gemiddeld, waar de piek wel steeds boven de 115 ligt. Uit onze aandacht. Ja, je ziet ook hoe dicht hij op dat busje zit, hij ziet geen klap. Daar gaat hij. Dat mag hier ook, hè, maar het is onhandig. De bestuurder rijdt niet alleen onhandig, maar ook onverstandig en gevaarlijk. Rotonde dwars over. Meting afgebroken. We hebben weer een inhaalverbod. Hij ziet nu niks meer. Wel kijken. Kijk dan, joh. Dit is een inhaalverbod. Oh, joh, kijk dan. Oh, joh. Een risico. Scheelt niks. Nu vrij. Weer inhalen. Geen meting. Deze heeft hij ook ingehaald. Einde inhaalverbod. In ieder geval inhaalverbod heeft hij alvast. Twee keer. Nou, zet hem maar vooraan. De hoogste tijd om even een hartig woordje met deze bestuurder te spreken. Mijn voorstellen, Patrick, verkeerspolitie, zet even je motor uit alsjeblieft. En ik zou heel graag je rijbewijs even willen. Je hebt nog niet zo heel lang je rijbewijs, zie ik. 1,5 jaar.
Ja, dus je bent nog beginnend bestuurder. Ja. En dan ben je ook nog eens vrachtwagenchauffeur. Ook dat nog. Hey, waarom rij je zo? Hoe? Vind je dat je normaal rijdt? Oh, de start, hè. Onder andere. Twee rijden bij de klomp. Piepen de bandjes. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Maar... Niet? Nee, het is niet mijn eigen auto. Het is mijn auto. Het is niet je eigen auto. En toch ga je er dan zo mee rijden. Ja, hij sloeg steeds af. Dus, ja. Ik denk even iets meer gas geven. Komt dat omdat je beginnen bestuurder bent, of niet? Nou, dat heeft er niks mee te maken. Niet? Nou, misschien toch wel. Een stukje ervaring is dat, hè? Borden lezen is ook niet het sterkste vak, of wel? Rotondes nemen. Maar je krijgt wel een aantal bekeuringen. Ja, dat is niet anders, hè? Je snelheid slaat nergens op. Je zit met 5 man in de auto. Je rijdt over een weg waar allemaal bomen staan. Wat niet echt een veilige weg is. Je rijdt bij kruispunten waar fietsen over kunnen steken. En je rijdt gewoon, nou, pak een beetje 40 kilometer hard op een gegeven moment. Daarna komen we bij de bus die daar rijdt. Tussen Renswoude en Scherpenzeel ga je een bus inhalen. Heb jij kunnen zien wat eraan kwam? Ja. Hoe kun je dat zien? Kan je door een bus heen kijken? Je zit heel dicht op die bus, je kan totaal niks zien. En als je dan goed kijkt, dan komen er gewoon auto's vanaf de andere kant. En de ruimte wordt heel knap, hè? Of vond je het niet krap? Ja, maar dat had ik wel gewoon zo ingeschat, zeg maar. Ja, jij kon precies zien hoe hard ze reden. In het donker kan jij zien, als er een paar koplampen aankomen, hoe hard ze rijden. Maar je zit wel naast een bus van 18 meter. Je kan geen kant meer uit, hè, als fout gaat, als die toch sneller blijkt te rijden. Als hij net als jij ook 120 rijdt op een weg waar je 80 rijdt. Wil je misschien even je mond houden als ik aan het praten ben? Oh ja, sorry. Nou, het is niet zo grappig namelijk, hoor. Nee, ik sta klopt. Oké, okay, dus hou even je mond. Ja, prima. Goed zo. Dus je kan nooit zien hoe hard hij rijdt. Dus je neemt gewoon naar een gok. Maar begreep je nou niet dan dat ik zou even je mond moest houden? Oh ja, okay. Hou even je mond als ik aan het praten ben. Dan komt die volgende auto. Ga je weer voorbij. Dus al met al, je laat echt een hele slechte rit zien. Maar je hebt wel zorg over 4 andere mensen in je auto. Dus, als ik alles bij elkaar optel, kan ik je heel veel bekeuringen geven. Je krijgt 1 keer snelheid. Dan heb je de mazzel dat we een trajectmeting hebben gedaan. Komen we op gemiddeld 20 kilometer overschrijding. Ik rijd harder. Je reed veel harder. Ja. Je reed bijna 40 harder. En je krijgt 1 keer een inhaalverbod. Maar ik hoop wel dat je na gaat denken over je gedrag. Oh ja, dat doe ik ook zeker wel. Daarnaast neem even een blaastest bij je af. Dat durf ik wel. Dat is heel mooi. Even een diepe teug lucht nemen. Een krachtig uitblazen totdat ik stop zeg. Ga je gang. Mag even meekijken. Heb je helemaal niks gedronken? Ja, vanmiddag eentje. Oké. Passeren. Hij is in ieder geval in orde. 230 voor het inhalen. 178 voor de snelheid. Er komen beide nog 9 euro administratiekosten bij. Geen winst. Nee, zeker niet. Nee. Of misschien wel, want de winst is dat je hier nog gewoon normaal met mij kan praten en niet tegen een boom aan zit. Ja. Doe voorzichtig. Succes. Het is maar net hoe je het bekijkt. Deze beginnend bestuurder en zijn inzittende komen er met dit gevaarlijke rijgedrag nog behoorlijk gunstig vanaf. Eenheid Midden-Nederland bij Leusden op de N226. Surfjante Patrick en Jeroen naderen de verkeerslichten als er plotseling een bestuurder opdoemt die falikant door rood rijdt. Hey, kom joh. Hij gaat gewoon door rood. Ik sta wel even mijn spiegel te kijken, dat gaat hij dan niet doen, dat ging maar toch wel. Dat is wel een belachelijke actie. Is meteen hier bij het bordje. Patrick spreekt de gehaaste bestuurder aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal me even voorstellen, Patrick van de Verkeerspolitie. Daar even naar kijkt, dan bel ik dat ik te laat ben. En die wil ik er niet bij hebben. Ze komen zo met u praten over hoe het werkt. Nee, maar ik bel nu eventjes voor de zaak dat ik te laat ben. Ja. Dat ben ik te laat, maar ik wil gewoon niet hebben dat ik erop kom. Nee, u krijgt een bekeuring voor door het rode licht rijden. En waarom doet u dat? U hoeft geen antwoord te geven. Omdat u te laat bent. Ja. En dat is ook de reden dat u gewoon door rood rijdt. Ik zag in zoverre dat het overzicht er was dat ik geen tegenliggers had. Maar ik weet dat ik heb mijn risico genomen. Oké. Okay. Dus ik weet, ik moet ervoor boeten. Ja, dat klopt. Nou, dan krijgt u daar in ieder geval een bekeuring voor. Dat schrijf ik ook op als een verklaring, dat u te laat bent. Ja. Oké. Okay. Meneer, uw rijbewijs. Nogmaals, u krijgt een bekeuring. Alsjeblieft weghalen. Als ze zouden doen.
Blijf in de auto zitten. Wat doen we de kleren lui aan je? Maar blijf nou gewoon even in de auto zitten. Ik wil nu weg, ik heb de bekeuring geaccepteerd, ik wil er niet op. Waarom doet die meneer dat? Ik leg het net uit. Ik wil mijn bekeuring, ik wil weer hebben dat die meneer weggaat. Die meneer die gaat niet weg, want die staat gewoon op de openbare weg. Ons weg. Mag ik even praten? Zegt hij dat niet